Factory Facts. Welkom bij een nieuwe editie van The Factory Fact. Het is vandaag maandag 7 december. Aaron Carter, het broertje van Backstreet Boy Nick, wordt vandaag 11. Nicky van All Saints is ook vandaag jarig. Zij wordt 24. We hebben vandaag facts over de Fun Loving Criminals, het Back to Planet Rock Festival en de Rolling Stones. Maar we beginnen met Boyzone. Want No Matter What staat op het punt om in Engeland My Heart Will Go On van Celine Dion te verslaan als best verkochte single van 1998. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. De schrijver van No Matter What, Andrew Lloyd Webber, geeft de schuld hiervan aan de platenmaatschappij die de aanschafprijs voor No Matter What heeft verlaagd. De prijs is nu te laag om nog mee te mogen tellen in de hitlijsten en daarom loopt het nummer de kans mis om best verkochte single van 1998 te worden. Ik heb het helemaal gehad met ze. Ze verpesten alles voor me, dus Andrew Lloyd Webber. Hij wil nu het aandeel van de platenmaatschappij terug gaan kopen. Afgelopen zaterdag vond in Eindhoven het Back to Planet Rock Festival plaats. Op dit festival werden de vier elementen van hip-hop vertegenwoordigd, namelijk DJ'en, rappen, breken en graffiti. Mensen kwamen van over de hele wereld om te rappen of hun graffiti-kunst te vertonen. Verder waren er optredens van DJ Africa Bambaataa en Grandmaster Flash. Bovendien vond er onder toeziend oog van de Rocksteady Crew een breakdance battle plaats. Vanuit Frankrijk, België, Hongarije, Denemarken en natuurlijk ook Nederland en vele andere Europese landen kwamen dansers om hier aan mee te doen. De slag van Back to Planet Rock wordt eind deze maand bij de Music Factory uitgezonden. De Fun Loving Criminals en Garbage waren al een tijdje fan van elkaar en nu hebben ze zich ook bezig gehouden met elkaars muziek. De Criminals hebben zich ontfermd over You Look So Fine van Garbage en Garbage heeft zich gestort op het Criminals nummer Korean Bodega. De remixen zullen waarschijnlijk als B-kanten van nieuwe singles verschijnen. Verder werken de Fun Loving Criminals ook mee aan een nummer van Echo en The Bunnymen. Waarschijnlijk gaan ze volgend jaar een heel album samen opnemen. Het gaat overigens niet zo goed met de drummer van The Criminals, Steve. Hij heeft namelijk zijn hand gebroken en zal lange tijd niet kunnen optreden. We sluiten deze editie van de Factory Facts af met het bericht dat de Rolling Stones op 2 juli 1999 nog één keer in Nederland zullen optreden. De band heeft gekozen voor de draf- en renbaan Stadspark in Groningen omdat ze nog niet eerder in het noorden van het land hebben opgetreden. De voorverkoop begint zaterdag 12 december om 9 uur 's morgens bij de bekende voorverkoopadressen. En dat waren ze weer, de Factory Facts van maandag 7 december. Je kunt ze nalezen op Team FTX pagina 101 of op onze cybersite. Graag tot later. Factory Facts.